Hey jongens en meiden, welkom bij weer een nieuw filmpje op deze zondag. En vandaag heb ik wat meegenomen voor dit filmpje. Ik heb mijn Bijbel en daar gaan we straks wat meer uit lezen. Maar ik heb hier ook een soort van verrassing. Zoals je kan zien is er hier een deken en daaronder is iets. Maar ja, wat zou het nou zijn? Ja, op dit moment zouden er best wel heel veel dingen eigenlijk kunnen zijn. Ja, een boek denk ik niet, daarvoor is het toch wel iets te groot. Een bal is er denk ik ook niet, heeft ook niet wat de vorm van. Maar ja, wat het dan wel is, ja, daar moeten we maar eens even achter gaan komen, denk ik. Laten we er maar eens even vanaf gaan halen. Hey, het is een lamp. En die lamp die zat onder de deken. Dat is gek, want toen die onder de deken zat, had ik dus eigenlijk geen idee wat het dus precies was. Maar nu dat die deken er vanaf is, zie ik opeens dat het een lamp is. En ja, het geeft me zoveel licht. Ik kan mijn Bijbel veel beter lezen. Ik kan de rest om me heen ook veel beter zien. Dat is eigenlijk wel hartstikke fijn. En weet je, Jezus die vertelt ook zo'n soort verhaal over een lamp. Hij vertelt op een gegeven moment aan zijn discipelen en aan andere mensen die komen luisteren, zegt hij tegen hen, jullie zijn het licht van de wereld. En als je het licht, nou als je daar iets overheen zet, een kap, ja dan kan je het licht niet meer zien en dan heeft niemand er iets aan. En zo hadden we net ook ons licht, daar zat deze deken zat daar overheen. En toen die deken daar overheen zat, ja, toen had ik geen idee wat het was. Ik kon helemaal niks van zien, ik had helemaal niks aan, het gaf geen licht. Ja, het was verder eigenlijk helemaal niet handig. Maar wat bedoelt Jezus daar nou mee? Het licht zijn in de wereld? Hoe kunnen wij nou weer het licht zijn in de wereld? Maar dat was niet alleen voor de discipelen toen, maar dat is ook voor ons nu. Wat betekent dat nou, licht zijn in de wereld? Nou, er zijn eigenlijk een paar dingen. Licht, dat kan bijvoorbeeld, daardoor kan je beter zien. Ja? Of het is heel handig af en toe. En zo kunnen wij ook helpen, andere mensen kunnen wij dus helpen, om ja, misschien dingen beter te kunnen zien, om er gewoon te zijn voor andere mensen. Net zoals dat lichter kan zijn voor ons. Dus misschien ben je wel een keertje op school, als je weer naar school toe mag. En misschien zie je wel dat iemand wordt gepest. En Jezus zegt dat wij licht kunnen zijn door voor andere mensen te zorgen, zoals wij graag ook voor ons gezorgd zouden willen hebben. Dus als je ziet dat iemand wordt gepest, misschien kunnen we wel voor diegene gaan zorgen. En dan kan je zeggen tegen diegene die diegene pesten van, hey, zouden jullie dit zelf wel willen? Dit wil je helemaal niet. Of misschien is iemand wel een keertje zijn eten of zijn drinken vergeten naar school. Misschien kan jij nou wel iets van jouw eten of drinken delen. Als wij dat namelijk doen, dan zullen die mensen niet alleen meer van ons gaan houden, staat er in de Bijbel, maar ze zullen ook meer van God gaan houden. En dat is natuurlijk het mooiste wat er is. Als wij iets kunnen doen, als wij ons licht kunnen laten zien, dat die andere mensen dan meer van God zullen gaan houden. Dus nu mag je gaan proberen in je eigen leven om ja, steeds meer eigenlijk naar andere mensen te gaan kijken. En kijken hoe je andere mensen misschien kan gaan helpen. Misschien kan je wel iets liefs zeggen tegen iemand elke dag. Misschien kan je iemand wel een complimentje geven. Misschien kan je wel ergens voor iemand gaan zorgen. En zo op die manier kunnen wij een licht zijn en kunnen andere mensen meer van de Heer Jezus gaan houden. En dat zou toch prachtig zijn.